Progress Onderwijsondersteuning is gevestigd in Groningen. Het team bestaat uit proactief en creatieve experts die maatschappelijk betrokken zijn. Progress is een veelzijdige en gebruiksvriendelijke applicatie voor het beheer van studentinformatie. Progress Onderwijs is van mening dat de catalogus het startpunt van het onderwijs is. In het kader van individualisering en flexibilisering zal deze de komende jaren steeds belangrijker worden als basis voor andere functionaliteit. Mijn naam is Jitske Hoornveld en graag neem ik jullie mee in onze toekomstige ontwikkelingen waarbij Progressist de student zal gaan ondersteunen in het kiezen van zijn eigen leerroute. In de catalogus van Progressist kunnen de instellingen hun onderwijsprogramma's ontwikkelen en het onderwijsaanbod vastleggen. Dit kan in een boomstructuur, zodat je naar wens een hiërarchie kan inbouwen. Je kunt een opdeling maken in leerjaren, modules, keuzegroepen enzovoort. Je legt het onderwijs vast in een versie. Wanneer er curriculumwijzigingen zijn, bijvoorbeeld voor een volgend studiejaar, dan kan dat alvast in een nieuwe versie klaargezet worden voor publicatie. De catalogus wordt via verschillende manieren ontsloten naar een publieke website. Een student, bijvoorbeeld Gerard, uit de aangeleverde casus, kan zich hier dan oriënteren op het onderwijsaanbod van een instelling, zoals de Hogeschool van Schipluiden. Nou, als Gerard zich via StudieLink inschrijft bij de hogeschool, krijgt hij inloggegevens voor hun portaal. De instelling kan een eigen portaal gebruiken, die gevoed wordt met informatie vanuit Progressist, of gebruik maken van Progressportaal. In onze presentatie heeft Schipluiden het Progressportaal. Nou, momenteel kan een student in Progressportaal zijn gegevens inkijken, zichzelf intekenen voor vakken en tentamens, zijn cijfers bekijken en berichten ontvangen. Uitgaande van de toekomstige ontwikkelingen die Progress gaat doen, kan Gerard daar ook aan de slag om zijn persoonlijke leerroute samen te stellen. Om dit te illustreren hebben we een mock-up gemaakt met een look en feel van het huidige portaal. We hebben nu bepaalde keuzes gemaakt voor een mock-up, maar pas bij de realisatie worden natuurlijk definitieve keuzes gemaakt op basis van voortschrijdend inzicht en klantwensen. En onze visie kan de student Gerard na inloggen en doorklikken hier in het portaal een wissel doorlopen om de parameters voor zijn leerroute in te stellen. Een deel hiervan zal al voor ingevuld worden vanuit de inschrijving via StudieLink, zoals de studie toegepaste psychologie in het studiejaar. Andere keuzes zullen wellicht als keuzemenu of drop-down doorlopen worden, zoals startdatum en het leertempo, dus of je versneld of vertraagd wil studeren. En Gerard kan daar halftempo kiezen. De zelf in te stellen parameters dienen als eerste uitgangspunt en kunnen later gewijzigd worden of bijgesteld. Nou, na het doorlopen van de stappen in de wizard wordt er een concept leerovereenkomst klaargezet. Nou, wanneer iemand aangeeft startdatum in februari te hanteren, zou het systeem alleen vakken of onderwijseenheden voor dat half jaar kunnen klaarzetten. In het voorbeeld zijn dat periode 3 en periode 4. Mocht het reguliere tempo worden doorlopen of een te zeer afwijkend tempo gekozen worden, dan kan de concept leerovereenkomst gevuld worden op basis van cohort, zoals hier nu te zien is. En kan de student deze naar wens aanpassen. De student krijgt de mogelijkheid om vakken of onderwijseenheden te verwijderen. Nou, dat kan wellicht per vak of bijvoorbeeld op deze manier. Nou, stel Gerard verwijdert een aantal vakken om tot een gewenst aantal van 15 ECTS te komen. Dan houden we bijvoorbeeld dit over. Nou, naast verwijderen kan de student zelf ook vakken of onderwijseenheden toevoegen aan de leerovereenkomst. Hierbij gaan we uit van de situatie zoals beschreven in de casus, namelijk flexibiliteit binnen een reguliere opleiding. Indien er sprake is van een zogenaamde HBO-flexopleiding, zullen in plaats van onderwijseenheden eenheden van leeruitkomsten worden vastgelegd. De student dient dan ook de bijbehorende onderwijsactiviteiten te kiezen en vast te leggen in de leerovereenkomst. In deze mock-up laten we dat dus buiten beschouwing, maar het zijn wel zaken waar we momenteel over nadenken en met instellingen over praten.
Nou, als Gerard dus vakken wil toevoegen aan een leerovereenkomst, dan belandt hij hiervoor in de catalogus van de instelling of hij krijgt input vanuit de catalogus in het portaal te zien. Voor de mock-up hebben we gekozen voor de situatie dat hij de input in het portaal ziet. Vanuit de gegevens die het systeem tot zijn beschikking heeft, zal het suggesties geven voor mogelijk interessante vakken of onderwijseenheden. Bijvoorbeeld vakken die Gerard nog niet behaald heeft voor de opleiding, vakken uit hetzelfde leerjaar of vakken binnen eenzelfde module. Nou, uiteraard kan de student ook verder zoeken buiten de suggesties om iets anders toe te voegen. Nou, naast verwijderen en toevoegen van vakken kan er ook een notitie toegevoegd worden aan de leerovereenkomst om bijvoorbeeld bepaalde keuzes te onderbouwen, wellicht zelfs per vak. Zodra de leerovereenkomst dan naar wens is, kan de student de conceptleerovereenkomst indienen. En de leerovereenkomst die komt dan terecht bij de persoon die hier verantwoordelijk voor is vanuit de instelling. Wij gaan uit van een studieloopbaanbegeleider. Nou, de mogelijkheden die een studieloopbaanbegeleider, ook wel SLB'er, dan heeft, zijn de volgende. De SLB'er kan uiteraard de ingediende leerovereenkomst bekijken en bewerken. Met bewerken bedoelen we dat de SLB'er een voorstel voor wijziging kan doen aan de student. Verder kan de SLB'er de leerovereenkomst goedkeuren of gedeeltelijk goedkeuren. Nou, bij gedeeltelijke goedkeuring worden bepaalde vakken of onderwijseenheden al vastgelegd, terwijl er voor anderen nog wijzigingen of overleg nodig is. De SLB'er kan de leerovereenkomsten uiteraard ook afkeuren. Daarnaast kan de SLB'er notities plaatsen voor de onderbouwing van zijn keuzes en voor dossieropbouw. Tevens kan de SLB'er een afwijkende BSA-regel instellen. Die correspondeert met het door te lopen tempo. Dit voorkomt dat Gerard een brief krijgt met een bindend afwijzend studieadvies, omdat hij minder punten heeft behaald dan bij een regulier studietempo. Nou, daarnaast zullen we voor gebruiksgemak bepaalde goedkeuringsregels inbouwen. Ook om te voorkomen dat de werkdruk en het aantal matige acties onevenredig toeneemt voor SLB'ers. Zulke regels kunnen bijvoorbeeld zijn: een ingediende leerovereenkomst op basis van cohort wordt automatisch goedgekeurd. Een student kan een voorstel van de SLB'er accepteren, waarna goedkeuring automatisch plaatsvindt. Zulke regels en het beheer ervan worden afgestemd met de instelling. Nou, onze visie is dat bij het goedkeuren van een leerovereenkomst de student automatisch ingetekend wordt voor vakken of onderwijseenheden met vaste onderwijsactiviteiten. Mocht een instelling hier al flexibeler in zijn, dan zal een student zich in kunnen tekenen voor specifieke onderwijsactiviteiten of wellicht alleen voor het tentamen, indien de student de kennis bijvoorbeeld denkt op te doen in zijn baan. Dat scherm zien we op dit moment in tekenen voor tentamens. Nou, de intekeningen voor onderwijseenheden, onderwijsactiviteiten of tentamens kunnen via een koppeling met een roostersysteem de basis vormen voor roostering. Nou, we willen daarnaast de voortgang op allerlei manieren inzichtelijk maken voor de student en de SLB'er. Bijvoorbeeld op de leerovereenkomst, om snel te kunnen zien of je een vak of onderwijseenheid al gehaald hebt. Nou, daarnaast wil je wellicht ook weten hoe je ervoor staat wat betreft je BSA-richtlijn. Of wat je vorderingen zijn ten opzichte van het uiteindelijke te behalen diploma. Uiteraard zijn er nog veel meer resultaten en dwarsdoorsnedes die waardevol kunnen zijn. Samen met onze instellingen gaan we dit verder uitwerken. De bekijkenknop biedt daar ruimte voor. Verder zal een SLB waarschijnlijk nog veel meer gedetailleerdere informatie kunnen bekijken, zoals procentuele vorderingen in een leerjaar of vorderingen ten opzichte van een bepaalde groep. Maar die zijn dan op te nemen in een dergelijk scherm, zoals je hier nu ziet. Nou, we hopen dat we jullie hierbij een inkijkje hebben kunnen geven op onze visie op flexibilisering en zien jullie vragen met belangstelling tegemoet. Hallo. Eigenlijk willen we starten met, het is een tweedelige vraag. Een vrij specifieke vraag volgens mij, in vergelijking met wat we zojuist besproken hebben. Wat ons opviel in het video is dat vanuit een studentenperspectief leek alsof een student kan kiezen tussen een normaal tempo of een half tempo. Klopt dat? Kunnen jullie dat wat meer toelichten? En de tweede vraag die hier gerelateerd is,
Wat wordt er met leeruitkomsten op basis van een cohort bedoeld? Het idee, je eigen, achter eigen tempo, is dat er geen cohorten meer zijn, toch? Dus deze twee vragen zijn eigenlijk wel zeker aan elkaar gerelateerd. Dus nogmaals, wat verstaan jullie onder normaal tempo en een half tempo? En hoe verhoudt zich dat tot leeruitkomsten op basis van een cohort? Herman, ik zie je wat zeggen, maar volgens mij, ja. Oh, ik dacht dat ik mezelf geïnteresseerd had. Oké, prima. Over het tempo. Onze applicatie probeert zowel regulier als flex te ondersteunen. En het tempo van, zeg maar, reguliere 60 ECTS, dat zit er heel duidelijk in. Maar je kunt ook zelf als student aangeven dat je van plan bent minder of zelfs meer te gaan doen in een bepaalde periode. Wat betekent dat die 60 GC's dan binnen één academisch jaar afgerond moeten worden? Is dat de uitgangspunt? Of wat is de flexibiliteit daarin? De flexibiliteit daarin is dat je gewoon ook minder zou kunnen plannen, zeg maar, in een bepaald tijdsinterval. Hè. Dat lijkt ons niet handig om, zeg maar, een planning voor een compleet curriculum in één keer te maken. Dus je maakt een planning voor wat je een komende periode, dat kan een half jaar zijn, maar dat zou ook een jaar kunnen zijn of zelfs afwijkend. En daarbinnen kun je dan zeggen van ik wil zoveel dingen doen. En dat is dan de tempo, zeg maar. En kan dat student zelf aangeven? Want het leek alsof in de film dat de student dat eigenlijk die mogelijkheid niet heeft voor flexibele tempo. Oh, dat was heel duidelijk wel de bedoeling. Het is niet zo dat hij uit te kiezen heeft uit twee type tempo. Dus nee. Voor de halve. Nee, zeker niet. Nee. Oké. En zou je wat meer kunnen vertellen over het gedachte achter leeruitkomsten op basis van een cohort? Ja, het cohort, dat is ook heel duidelijk natuurlijk nog een overblijfsel uit het reguliere gedeelte, waar je echt duidelijk instroommomenten hebt, bijvoorbeeld 1 september van een academisch jaar. En je dan geacht wordt dat het bijbehorende programma te doen. En dat is natuurlijk bij flex is dat natuurlijk helemaal niet het geval. En dan is de term cohort is helemaal niet van belang eigenlijk. Het hooguit een moment dat een student is ingestroomd, maar dat staat los eigenlijk van cohort. Oké. Ik zit even na te denken, hoe ondersteunt dan progress dat gedachte? Wat zie ik dan, als ik dan niet meer bij een cohort, als ik daar geen onderdeel van ben, hoe verhoudt zich dan tot de leeruitkomsten die ik moet behalen? Hoe ondersteunt de applicatie mij als student in die zoektocht? Je hebt als student natuurlijk je bent wel voor een opleiding gekozen. En binnen die opleiding doe je allemaal dingen. En je bent natuurlijk op een bepaald moment begonnen. Maar goed, als het curriculum verandert, wil je keuzes die een student maakt ondersteunen op basis van hoe het curriculum op dat moment is. En niet hoe het in het verleden was. Op die manier ondersteunen we dat. Dus je schotelt een student eigenlijk altijd het actuele aanbod van dat moment voor. Op het moment dat hij weer geacht wordt om keuze te maken, dat zou periodiek kunnen, maar in het geval van flex zou dat ook individueel kunnen. En op dat moment toon je het actuele aanbod, zeg maar, van wat de student zou kunnen gaan doen. Dat sluit op zich mooi aan, denk ik, bij de vraag die Marike ook geformuleerd heeft vanuit studentperspectief. Marike, stel je vraag. Ja. Het lijkt heel erg alsof alle keuzes aan het begin van het studiejaar al eigenlijk vaststaan. En mijn vraag is het later in het jaar ook mogelijk om van tempo te wisselen of van welke vakken gekozen zijn? Jazeker is dat mogelijk. Dus een student kan op elk moment eigenlijk aangeven van ik wil nu een aanpassing gaan doen. En dat kan ook vanuit de instellingen zijn, dat je zegt van nou, wij hebben het, de eerste helft van het jaar is eigenlijk meer of meer vast.
daar is niet zoveel keuze en pas in de tweede helft van het jaar wil je keuze gaan doen. En dan zou je niet aan het begin van het jaar die keuze al vast hoeven leggen, maar dat kan ook dan op basis van de dingen die je tot dan toe gedaan hebt, dat mede je bepaalt. Dus het moment om dat vast te leggen, dat kan al continu eigenlijk. Maar het zou dus ook kunnen dat ik bijvoorbeeld, ik start mijn jaar en ik vul in dat ik 40 punten wil halen in het jaar. Dus maar halverwege het jaar denk ik, ik wil de laatste twee periodes toch wat minder doen. Dat kan dus ook. Ja, zeker. Oké. Okay. Ja, dan zou je gewoon een verzoek tot wijzigen kunnen doen van je studieovereenkomst. Okay. En dat kan overlegd worden met de studieloopbaanbegeleider. Dus als ik het goed begrijp, zetten jullie eigenlijk de student tegenover het curriculum. En het curriculum kan wijzigen. En wat de student ermee doet, kan ook steeds meebewegen. Ja, klopt. Dus zo denkt de applicatie. De applicatie sluit de student niet in het curriculum, maar zet hem ernaast. Klopt. Begrijp ik dat goed? Ja, klopt. Oké. Okay. Dat is ontwerptechnisch natuurlijk een hele interessante. En hoe gaan jullie dan om met oersystematiek? Een oer maakt natuurlijk van zo'n curriculum iedere keer een soort foto en zet die voor een bepaalde periode vast. Een jaar of 4 jaar. Hoe gaan jullie daarmee om? Zou studenten van tevoren een standaard programma kunnen geven op het moment dat er niet te veel kiezen is? En dan wordt dat vastgelegd en dat is dan ook automatisch zeg maar goedgekeurd. En op het moment dat er afwijkingen komen, dan kunnen die in overleg zeg maar gedaan worden. Dus dat kan gaan om keuze, dat kan gaan om een minor, maar dat kan ook gaan om versnelling of vertraging zeg maar. Ja, dus hij kan eigenlijk daarin het zeg maar min of meer losschakelen. En als het dan gaat om het registreren van resultaten, Waar match je die resultaten dan op? Die matchen op het onderdeel wat op de studieovereenkomst staat. Ja, precies. Dus de studieovereenkomst is het schakelpunt. Ja, super. Ja. Ja. Voor mij helder. Ja, nou, er komt een vraag langs die hier wel mee verband houdt. Waar ziet een student de inhoud van wat gekozen kan worden? Dus, en ook, hoe kan die dan kiezen? Mm-hmm. Wat voor soort zoekfunctionaliteit zit daarop? Dat gaat vanuit de onderwijscatalogus. In de onderwijscatalogus wordt eigenlijk het aanbod klaargezet. En de student die wordt dan daar doorheen geleid. Dus hij krijgt zeg maar zijn eigen programma, hè, op basis waarvan de studie is ingeschreven. Dit is het programma en dit is dan bijvoorbeeld aanbevolen keuze, dit zijn minoren, dit is de overige keuze en bijvoorbeeld bij aanbevolen keuze dat zal over het algemeen zonder al te veel problemen krijg je daar toestemming voor. En bij overige keuze zal het zo zijn dat het dan wel in het curriculum moet passen, dan wel dat binnen het curriculum plaats is om iets volkomen willekeurigs te doen. En kan die ook bij de buren kijken? Of kan die alleen bij zichzelf kijken? Je bedoelt binnen de eigen instelling of binnen... Ja, ja binnen de eigen instelling. Ja, zeker. Hij kan, dat zal dus via overig... Precies. Kan alles wat in ieder geval open staat. Soms komt het voor dat bepaalde onderdelen dichtstaan vanwege bijvoorbeeld de capaciteit van practicumzalen. Of vanwege voorkennis of zo. Maar in principe kan die gewoon het hele aanbod zien van de onderwijsinstelling. Oké. Okay. En dan maar wat je dus zegt, hij maakt een duidelijk onderscheid tussen dit is de opleiding waarop je bent ingeschreven bij StudieLink en dit is buiten mijn pad. Ja. En ziet hij ook heden en verleden of ziet hij alleen heden? Hij begint met heden, maar ik kan ook de geschiedenis zien. Dus de catalogus is in principe ook publiekelijk toegankelijk en kan door de hele wereld eigenlijk geraadpleegd worden. Waarbij ook eerdere versies belangrijk zijn. En die kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden voor... Ja.
Die oergeschiedenis, wat wij net zeiden, inderdaad. Mm-hmm. Oké, ik kan die ook. Ja, dat zit er ook in. Ja. Maar ook bijvoorbeeld als een student ergens anders, of een student van elders komt bij de onderwijsinstelling een vak doen, een keuzevak, dan kan die andere onderwijsinstelling kan ook zien wat de inhoud van het vak is in de talen. Dus ja, waar het voor staat. Heel duidelijk meerdere doelgroepen, zeg maar. Zowel oriëntatie als ondersteuning bij de planning, als nou ja, ook voor andere onderwijsinstellingen. Ja, en dus omgekeerd, op het moment dat er een resultaat wordt geregistreerd op een bepaald vak bij mij, dan is dat ook weer te herleiden tot dat stond toen daarvoor. Ja, zeker. Helder. Dank je. Aanvullend daarop, Herman, we hebben het natuurlijk over flexibel onderwijs. Studenten kunnen in hun eigen tempo door de opleiding lopen. Tegelijkertijd hebben we ook zoiets als een BSA-norm. Die is vaak instellingsbreed of per opleiding wordt daar iets over vastgesteld. Hoe verhouden die twee zich tot elkaar binnen Progress? We hebben daar een studievoortgangsmodule, waarin eigenlijk voor een hele groep een norm kan worden vastgelegd. Dus dat je zegt van, je moet op datum X moet je Y ECTS hebben gehaald. Maar daar kun je van afwijken. Dus dat je zegt van, we gaan voor deze student het meetmoment aanpassen. En voor een andere student gaan we de norm aanpassen. Omdat dat zo afgesproken is. Wat voor reden dan ook. Dus zo zou je per student zou je een maatwerk kunnen leveren? Ja, zeker. Ja. Mooi. We hebben nog 2 minuutjes op de klok, dus heel veel. Tegelijkertijd nog wel een praktische vraag. Als ik kijk naar jullie presentatie, is ontzettend mooi. Dat was een mock-up, als ik het goed heb begrepen. Welke functionaliteiten, want jullie hebben nou, eigenlijk bijna alle elementen uit onze casus heel goed naar voren gebracht. Welke elementen zitten er vandaag al in de applicatie en wordt de rest ook ontwikkeld? Kun je daar wat meer over zeggen? Jazeker. Wij hebben... De catalogus zijn we volop mee in ontwikkeling. Daar komt binnenkort de eerste versie uit om te gaan vullen. En dan volgt tegelijkertijd ontsluiting, dan wel via de eigen website van de instelling, dan wel via een ontsluiting die wij gaan maken. En daarna gaan we bezig met het opstellen van de studieovereenkomst. Dus we hebben nog een systeem waar je eigenlijk je vaste programma's aan studenten kan koppelen. Er zit ook wel de mogelijke keuze in, maar dat is niet flexibel genoeg. En nou ja, we hebben in het verleden veel ervaring daarmee opgedaan met het systeem dat we ooit voor de Hanshoogschool hebben ontwikkeld, waar dit hele concept al in zat, zeg maar. Dus dat hebben we steeds in ons achterhoofd, terwijl we ermee bezig zijn. En op jullie website kunnen we wat meer vinden over de roadmap en momenten waarop nieuwe functionaliteit geïntroduceerd wordt, neem ik aan? Ik weet niet of die roadmap hebben we gedeeld met onze klanten. Hij staat niet, volgens mij niet publiekelijk, maar dat zou... Op verzoek is zoiets op te vragen. Zeker, ja. Hartstikke mooi. Mooi, dankjewel voor je toelichting.